Wat staat er in 2024 te gebeuren voor bekende Nederlanders als Marco Borsato, Linda de Mol, Bonnie ST, Claire en Wendy van Dijk? Story vroeg het aan medium Marion Bernse, die al jarenlang mensen adviseert met haar paranormale gaven. In een exclusief interview vertelt ze wat ze ziet en voelt voor deze sterren. Bonnie ST Claire maakte in 2023 een ingrijpende keuze. Ze verbrak haar huwelijk met Anne Jan Jongbloed na 20 jaar samen zijn. Veel mensen maakten zich zorgen dat de zangeres zou terugballen in haar alcoholverslaving. Maar volgens Marion Bernse hoeft dat niet te gebeuren. Bonnie is weliswaar gescheiden, maar ze heeft nog steeds veel contact met haar ex. Het is net alsof ze een latrelatie hebben. Ik voel geen definitieve breuk tussen hen. Ze hebben een goede band en ze lijken elkaar opnieuw te ontdekken. Ik zie ook veel water om hen heen. Ze brengen veel tijd samen door aan het water. Bonnie blijft optreden. Maar ze zoekt ook meer de rust op. Ze is in balans. Ze hoeft niet bang te zijn voor een terugval met alcohol. Bonnie is heel krachtig. Marion Berndse is een gerenommeerd medium en heeft in Woerden haar eigen opleidingsinstituut en praktijk. Ze heeft vijf boeken voor volwassenen en een kinderboek geschreven. In 2007 werd ze door verschillende tijdschriften uitgeroepen tot medium van het jaar.